zei, ik ben die deur. Wanneer ik open, kan niemand sluiten. En wanneer ik sluit, kan niemand openen. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. En de goede herder zegt, zijn leven is in voor zijn schapen. Maar wie huurling is? Geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen. Laat de schapen in de steek en vlug. En de wolf rooft ze en jaagt ze uit. En we hebben veel wolven in Suriname. Ook in de kerk hebben we tegenwoordig heel veel wolven. Boze wolven. Jezus schenkt het leven. Hij zegt in Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader. Johannes 14 vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zonder mij kunt gij niets doen. Deze ik ben uitspraken zijn allemaal van Jezus zelf aan kosten. Uitgesproken tijdens de redenvoering tegenover zijn discipelen. En al daar zijn aanwezigen. En ook vandaag tegen ons. En we zien dat opvallend is dat al deze ik ben, die zeven ik ben verklaren, exclusief zijn, authentiek zijn. We zien dat Jezus met deze zeven uitspraken eigenlijk aangeeft dat wij allemaal van hem afhankelijk zijn. Wij zijn door hem ontstaan en we leven door hem. De Bijbel zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En vers 3 is belangrijk. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. En het woord is leven. En het leven van het licht der mensen. Hier praat Johannes over een authentieke persoon met de naam Jezus Christus. Die zegt dat alle mensen in een way met hem verbonden zijn. Alle mensen, alles op aarde. Het zijn machten, het zijn overheden, het zijn mensen, het zijn goede of kwaad. Alles is verbonden aan Jezus. Hij zegt, wanneer ik sluit, kan niemand openen. God heeft gezegd, aan hem heeft God gegeven de naam boven alle naam. En voor die naam van Jezus zal elke knie buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Dat hij echt is. Dat hij authentiek is. Dat je hem kan vertrouwen. Want als u straks gaat zien wat authentiek betekent, heeft het te maken met iemand die geloofwaardig is. Iemand die je kan vertrouwen. Iemand waarop je kan rekenen. En je hoeft misschien niet te rekenen op je apostelen. Maar je kan wel rekenen op Jezus. Je hoeft misschien niet te rekenen op je man of je vrouw. Maar je kan wel rekenen op Jezus. Je hoeft misschien niet te rekenen op je baas. Op je werkgever. Maar ik zeg u dat u kan rekenen op Jezus. Want hij alleen. Hij alleen is waardig. En hij is echt. Daarom zegt hij, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Met andere woorden, in mij is er geen leugen. Hij is echt. Hij is authentiek. Dezelfde dingen die hij hier nu gaat zeggen, zegt hij weer over 2000 jaar. Authenticiteit betekent dat iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid. Trouw is, in ons geval, aan die Heilige Geest die in hem woont. Trouw is aan het karakter van God die in ons woont. Ondanks externe krachten en invloeden. Dus geen enkel pastor moet me komen uitleggen dat hij vandaag daar iets is en iets anders is. Geen enkel persoon moet me komen uitleggen. Als je authentiek wil zijn, moet je op altijd dezelfde manier hetzelfde zijn. Wanneer we je naam noemen, moeten we weten, dit kunnen we verwachten van jou. En we zien het veel in deze dagen. Mensen beloven mensen met mooie gezichten. En wanneer ze dan in die positie komen, dan zie je Scarface, Al Capone. Dan zie je wat voor mensen ze in werkelijkheid zijn. In de authentiek. Zwaar moest van vertrouwen te alle tijden. Dus, wanneer wij praten over authentiek zijn, praten we over trouw zijn aan onze eigen persoonlijkheid. Aan je eigen karakter, ondanks externe krachten en invloeden. Zoals Jezus trouw was aan de geest die in hem woont. Laat me dit zeggen van mensen. Als je je verantwoordelijkheid als vader niet wil nemen. Ben je geen vader. Als je verantwoordelijkheid niet wil nemen als voorganger. Ben je geen voorganger.
Je moet trouw zijn aan je persoonlijkheid. Je moet trouw zijn aan je identiteit. Je moet trouw zijn als je volksvertegenwoordiger bent. Aan de eed die je hebt afgelegd dat je trouw zou helpen mij God. Zal zijn aan de dingen die je moet doen. Dus die authentieke persoon neemt de verantwoordelijkheid op zich. Dat ook als zou ik een fout maken, maar omdat ik een predikant ben of een politicus ben, neem ik die verantwoordelijkheid. Ik heb iets gedaan en ik sta achter wat ik gedaan heb en ik vraag vergevenis. Je gaat niet schuilen achter, hij heeft me het laten doen, zij heeft me laten doen. Na den doing ben je niet authentiek. If you make one fout, door schande en schande word je nog wijzer en ook authentieker. Alles maar make fout. Maar kom eerlijk naar buiten ervoor.